Yeah boy! Hey, what up? It's your girl Lins. En ik wil vandaag even met jullie het onderwerp daten bespreken. Dus luister, ik weet niet van jullie hè, maar ik vind daten echt een motherfucking ramp. Ik zeg je eerlijk, ik ben nerveus en ik weet niet wat ik moet aandoen. En ik weet niet wie er voor me komt zitten. En weet je wat het is? Kijk, daten is sowieso al een ramp. Maar ik vind echt die mensen die via Tinder en Badoo en Second Love en weet ik veel, al die internet dating, zelfs op Facebook en Instagram, hun vind ik echt helden. Want weet je hoezo? Je zou maar met iemand afspreken en dan ineens. What's up, baby? Oh. Hell no! I didn't know you had dreads. And what is that? Brother just got extensions put in today. They tight, huh? Where? Between your eyes? What the hell is that? It's the mark of Buddha. It's the skin mark of Buddha? Looks like he took a dump in the middle of your face. I don't think this gonna work out. Hold on now! Of je hebt eindelijk gewoon een date met een dude. Je weet het, want het is best wel moeilijk om dates te krijgen tegenwoordig. Want tegenwoordig willen ze allemaal Netflix en chillen. En dan eindelijk is er geen klik. Of hij is gewoon, je weet toch, super eng. Of er is geen spanning. Hij is gewoon super saai of zo. En dan moet je ineens een van je vrienden inschakelen om je uit die date te redden, toch? Niet liegen, we doen het allemaal. Ja, dus dat. I asked for more bread, but they haven't brought it yet. Okay. Oh, I'm sorry. I wouldn't normally get that, but maybe something bad happened. Hello? Hey, Charlotte, it's me. Something bad happened. Something bad happened? En weet je, kijk, ik ben ook iemand, ik ga heel veel uit, weet je. En wanneer ik uitga, ik zeg eerlijk, hè, die dude die ik daar dan tegenkom, ook al zien ze er echt mooi uit en we hebben een klik en zo, ik wil echt gewoon niet met hun daten, omdat ik ben naar mening van dat het gewoon zelden voorkomt dat je in een club eigenlijk een jongen tegenkomt die gewoon, je weet toch, niet zoiets heeft van. I came for the beer and the bitches. Maar ik moet ook eerlijk toegeven, kijk, voor vrouwen is het moeilijk om te daten. Ja, klopt. Het is moeilijk voor vrouwen om te daten. Maar voor mannen is het nog moeilijker, moet ik eerlijk zeggen. Voor mannen is het ook moeilijk hoor, wanneer ze ineens echte liefde willen vinden. Want weet je wat het is? Ik ken heel veel vrouwen die eigenlijk op dates gaan puur voor om gratis te eten. Ja, mensen, je hoort me goed. Om gratis te eten. En voor de lady. Perhaps a salad? Perhaps not. I'll have the steak smothered in onions, a rack of ribs, pasta with extra garlic, french fries with lots of vinegar, and a side of onion rings with lots and lots of sauerkraut. Het zou je maar overkomen, dus dat. Maar ja, weet je, er zijn gewoon mensen die gewoon misbruik maken van het daten en zo, je weet toch? Maar weet je wat het ook is, moet ik eerlijk zeggen? Je weet toch, soms heb je gewoon een klik met iemand. En vanaf jouw kant heb je dan zoiets van, hé, ja, weet je, vrouwen hebben gewoon sneller het gevoel van, weet je, kijk, ik zeg eerlijk, als je een vrouw ontmoet of je gaat daten met een vrouw kan binnen 1 dag kan ze gewoon weten wat ze van je wil. Of ze wil niks van je, of ze heeft zoiets van, ik ga even kijken hoe het loopt. Je weet toch, wij vrouwen die zijn gewoon sneller met dat soort beslissingen maken. Bij mannen is het meestal van, ik ga er wiepen of ik ga er laten. Begrijp je wat ik bedoel? En misschien dan nadat ze hebben gewiept, hebben ze zoiets van, ze is eigenlijk wel een leuke chick. Laat maar kijken hoe het loopt. Je weet toch, maar wij vrouwen, wij zijn emotionele wezens, weet je. Wij denken veel verder. En wat dan vervelend is, weet je, dan denk je dat je een klik hebt met iemand. En dan wacht je op zijn telefoontje. En op dat soort momenten hebben alle vrouwen een male best friend nodig. Kijk, ik heb mijn male best friend. Holla at you. Shout out to Marty. Love you. Maar niet iedereen heeft dat. En dat raad ik jullie aan. Ja, vooral single vrouwen. You all need a male best friend. En ik heb het niet over gay friends. Want die zijn net zo vrouwelijk als dat wij zijn. Ik heb het echt over male friends. Die je gewoon kunnen zeggen van, Connor is never gonna call you. Oh, really? How do you know? Because I'm a guy, and it's just how we do it. He said it was nice meeting me. I don't care if he said you were his favorite female since his mommy and
Joni Cunningham. Over a week went by. Okay, Gigi? And he didn't call you. Dus voor de dames en heren die nu om in aan het daten zijn en op zoek zijn naar liefde of weet ik veel wat. Good luck. Ja, ik leef met jullie mee, man. Meer kan ik niet zeggen. Peace.